Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Petmer, ik ben hoofdredacteur van Toppen en trainer en coach in de kappersbranche. En ik heb nu op dit moment een interview met Michel uit Meijel. Daar heeft zij een kapsalon. Michel, wil je je even zelf voorstellen? Hoi, ik ben Michelle Rokens. Ik heb sinds een paar weken pas een kapsalon. Sinds een paar weken, Michel? Ja, sinds een paar weken. Dus ik ben startend ondernemer. De naam van de salon is House of Haircraft. En een droom die na jaren uit is gekomen. Ja. En onder deze video staan straks al je contactgegevens, zoals je website en al die dingen. Daar moet je gewoon hieronder even klikken. Michel, je weet waar het over gaat. Het gaat over cijfers. Wat betekent dat voor jou als ik zeg een salon sturen met cijfers? Heb je het vroeger anders gedaan? Of wil je het nu doen met cijfers, je salon sturen? Vertel eens even. Mijn partner heeft ook een eigen bedrijf. En hij heeft zich ettelijke jaren geleden ook laten adviseren. En ik zie wat het hem heeft opgeleverd. Doordat je een goed fundament zet met cijfers, dat je ook veel meer inzicht hebt over bedrijfsprocessen en daar ook op kan sturen. Dus gaat iets goed, ga je daarmee door. Gaat iets niet helemaal goed of minder goed, dan kan je bijsturen al vrij vroeg in een proces. En niet pas op het einde van het jaar als de boekhouder ineens met de cijfers komt. Ja. Dat was eigenlijk de reden waarom ik al vroeg in het begin iemand aan mijn arm heb genomen om te kijken naar die bedrijfsprocessen. En daar een goede start in te maken. Oké. Michel, wat ik daar op de achtergrond zie, is dat jouw salon? Nee. Okay. Dat is mijn keuken. Oh, het ziet er heel mooi uit. Was het maar zo fashionable bij mij? Salon. Nee, het is klein beginnen. Oké. Okay. Michel, je hebt je salon aan huis, heb ik begrepen? Ja, klopt. Je bent ZZP'er, zoals we dat zo mooi noemen. Klopt. Je werkt voor jou alleen. Voor jouzelf, zo moet ik het zeggen. Wat heb je daarvoor gedaan? Waar heb je daarvoor gewerkt? Ik heb hiervoor in verschillende toonaangevende salons gewerkt. In verschillende hoedanigheden. Ja, de salonmanager, gewoon topsales op de werkvloer. Allemaal die dingen. En wat ik vooral merkte, is ik hou er wel van in het hoogsegment te werken. Ja. Ik hou ervan een bepaald niveau na te streven. En ik merkte de laatste jaren dat dat lastiger was. Datgene wat ik na wou streven, dat het niet ging op de plek waar ik zat. En dat had ook een grote reden waardoor ik voor mezelf wilde beginnen. Ja. Ja. Dat heb je nu gedaan. Je bent sinds een paar weken ben je zelfstandig. Ja. En je hebt gereageerd op een post die ik gedaan heb van wat betekent cijfers voor je? Wat wil je? Wat zijn je doelen voor in de toekomst? En hoe wil je die bereiken? En welke rol zullen de cijfers daarbij spelen? Waarvoor ik ben begonnen is vooral een goede kostprijsberekening te maken. Ja. Dat je heel duidelijk voor jezelf hebt, wat zijn je kosten? Of dat nou gaat over de aankoop van een schaar, de afschrijving van materialen, maar ook gas, water, licht. Zeker in deze tijden lijkt me dat wel van belang dat je dat ook in de gaten hebt, wat het gaat doen. En dat je vanuit daar ook een goede prijslijst kan maken, een goede tarievenlijst kan maken. Dat vond ik vooral belangrijk. Ken jij al je minuutprijs? Heb je die al uit laten rekenen? Ja. Okay. Niet laten rekenen, die heb ik zelf berekend. Die heb je zelf berekend. Ik heb hulp bij gehad, hoe kom ik aan een minuutprijs? Yeah. Maar degene die me heeft geadviseerd, die heeft mij wel vooral het huiswerk laten maken. Om daardoor ook al het inzicht te krijgen. Ja, dus je hebt de minuutprijs, je weet wat je kostprijs is. Ja. Mag ik weten hoe hoog je kostprijs is? Die zit nu op het moment op 80 cent per minuut. Dan moet ik wel zeggen, een paar bepaalde elementen van je kosten wat je hebt om een salon te runnen, zijn nog niet helder, omdat ik startende ben. Dat zal ik pas na een half jaar kunnen evalueren of een jaar kunnen evalueren. En dus die heb ik nog niet volledig meegenomen. Ja,
Dus het kan zijn dat ietsjes hoger, iets lager zal uitkomen, maar ik zit rond de 80 cent. Ja. In Nederland is het gemiddelde, wat ik weet, op dit moment een beetje bij 1 euro. In België is het bij 1,30 euro per minuut. Dus dan Ja. weet je al wat je per minuut binnen moet brengen. Ga even uit van 1 euro. Dus dat is het gemiddelde. Dan betekent dat dat je per uur 60 euro binnen moet brengen. Dat is dan je kostprijs en dan moet dan ook nog winst erbovenop. Denk je dat je dat haalt als nieuwe ZZP'er? Zoals het er nou uitziet, wel. Ja. Ja. Met de tarieven wat ik heb gemaakt, wat ik denk dat het redelijk marktconforme prijzen zijn, moet dat haalbaar zijn. Ja, zeker weten. Zullen we over een aantal weken of maanden nog een keer afspreken en kijken van hoe je het gered hebt? Ja? Ja, dat vind ik wel leuk. Zullen we Ja. dat doen? De Ja. intentie is er natuurlijk wel, want we hebben daarvoor natuurlijk getelefoneerd en je zei: ik wil het redden en ik wil het doen. Maar je had nog een ander probleem. Je had een probleem dat, wat je via de telefoon aan mij vertelde, dat je zei: ik moet, ja, ik heb het gevoel dat ik mij moet verdedigen voor mijn prijzen. Ja. Terwijl mijn omgeving lagere prijzen heeft, heb ik Ja. hogere prijzen en ik heb steeds meer het gevoel dat ik mij moet verdedigen. Hoe zit dat? Nou, het gekke is, dat gevoel heb je wel, die drang heb je wel. Terwijl het gekke is, je ziet je cijfers en je weet dat het gewoon een eerlijke prijs is. Maar je ziet ook wat er in de omgeving gebeurt, hè? Met andere salons. En het enige wat ik mij afvraag daarin, hoe dan? Hoe kun je het voor een bepaald tarief doen? Dat is vooral mijn vraag daarin. Maar dat krijgt een consument natuurlijk wel slechter uitgelegd. Van waarom doet hij het wel zo en de ander niet zo? Iedereen heeft te maken met andere kosten natuurlijk ook. Maar van sommige collega's in de omgeving denk ik wel. Van hoe doe je het? Ja, hoe doe je het? Daar vraag ik me ook vaak af. Ja, Hoe want doe je het? je hebt natuurlijk te maken met facturabele uren. Maar ook niet facturabele uren. Maar ook die horen betaald te worden. Ja. Zou het kunnen dat sommige kapsalons gewoon onder de kostprijs werken, omdat ze het kunnen, omdat ze een partner hebben die meebetaalt, of een rijke oom in Australië, weet ik waar ze het geld allemaal vandaan halen. Ik weet het ook niet. Ik vraag me ook altijd af, hoe is het mogelijk dat sommige kappers voor die prijs überhaupt 's morgens in hun winkel kunnen staan? Ja. En ja, en dan heb jij ook het gevoel, ik moet me verdedigen tegenover mijn klanten. Ik hoop niet dat je het doet, dat je je verdedigt. Maar dat je Ik heb zegt, misschien een andere historie. Ik ben zelf een paar jaar geleden ben ik gescheiden. En dan ben je ineens afhankelijk van je eigen inkomen. En dan ga je wel anders nadenken over inkomen. En dat is inderdaad, hè, waar veel collega-kappers hebben een partner, is het gewoon een tweede salaris, zijn niet per se kostwinnaar en zijn tevreden met wat ze hebben. En daar is ook niks mis mee. Alleen ik ben wel anders na gaan denken. Ja, alles, het is niks oneindigs in die zin. Alles kan kapot, is misschien heel hard gezegd. Maar wat als je in een situatie komt dat er iets wegvalt? Ja, Dan precies. moet je het nog kunnen doen. Ja. Mijn eigen mening is dat je de markt niet hoeft of moet verzieken, omdat je toevallig een partner hebt die je ondersteunt. En dat je onder de prijs kan werken. Want al die andere mensen die gewoon winst moeten maken, die worden toch, ja, hoe moet ik het zeggen, tegengehouden door al die mensen die geen winst hoeven te maken, die gewoon een hobby hebben en dat hobby heet haar verwijderen. En dan worden dus die kappers die daar echt van moeten leven, die hebben een probleem. Is dat zo? Ja, ik denk niet dat hun instelling is over de rest van de collega's die wat wel winst moeten maken in die zin. Dat denk ik niet. Maar het heeft wel ermee te maken innovatie, educatie van jezelf. Daarvoor heb je wel winst nodig, hè, om jezelf te blijven ontwikkelen. En ik denk wel dat je heel veel ZZP'ers ziet. En of dat nou inderdaad ambulante kappers zijn, salonintegratie, noem het maar op. Hoeveel vallen er van weg? Hoeveel starten, maar vallen na een paar jaar weg? Kijk online, als je een marktplaats opent, hoeveel van zo'n soort
salons meubilair te koop heeft staan. Dat zegt iets. Ja, dat zegt echt iets. Ja. Dus educatie is belangrijk. Wat adviseer je kappers? Van blijf leren. Ben niet bang om je prijs te verhogen. Ja. Toevallig inderdaad, in de comments van je post las je ook dat mensen, collega's, het moeilijk vinden om de prijs te verhogen terwijl de loonkosten zo omhoog gaan. Ja. Het is toch niet meer dan normaal dat als er 4% loonkosten bijkomen, dat je dat doorfactureert ja. naar de klant toe? Ja. Ja. Voor mij is dat niet meer dan normaal. Dat is ook normaal, ja. Want niemand anders dan de klant betaalde de kosten en betaalde de loonkosten. Wij durven het nooit uit te spreken, maar het is de klant die de kosten betaalt. Het is de klant die, die alles betaalt. Niemand anders dan die. Maar ja. Je hebt geen medewerkers. Je hoeft het niet uit te leggen. Nee, nee, dat niet. Even zeggen. Wellicht hopelijk wel in de toekomst een keer. Ja. Maar laten we eerst maar eens even een mooie salon neerzetten alleen. Ja. Ja. Michel, zullen we over een aantal maanden zullen we nog een keer bellen of een online interview doen? Hoe je het gered hebt en hoe het gaat met de prijzen? Hoe lang werk je nu al in je eentje als ZZP'er in je eigen salon? Vanaf 6 december. Oké. Ja. Nou, dat is nog niet lang. En wat zijn je ervaringen dan in zo'n korte tijd? Ik heb nog nooit een interview gehad met iemand die zo kort zelfstandig is. Wat kan ik zeggen? Het gekke is, ik ben heel gedreven aan. Ik wil altijd volstaan, volstaan, volstaan. Ja. En ik heb natuurlijk een prognose gemaakt. Hè, van start en waar je heen wil gaan natuurlijk. Hè, over de komende paar jaar. En dat is dan wel heel leuk. Dat ik zie zelf, denk ik, er is nog heel veel te verbeteren. Maar ik heb op zich mijn doelstelling van mijn start heb ik al gehaald. Mooi. Dus in die zin mag ik absoluut niet klagen. Ja. Dus, maar voor mijn gevoel heb ik zoiets van, dan kan ik veel meer. Ja. Nou, dat wens ik jou en dat vind ik ook heel leuk. Dan moeten we nog een keer met elkaar praten. Ja. Want je hebt natuurlijk nu doelen. Haal je Ja. de doelen ook? En hoe haal je de doelen? Dat is natuurlijk voor heel veel mensen die begonnen zijn, is dat heel belangrijk. Van, ja, heb je je doelen eigenlijk op papier staan of nog niet? Gedeeld wel. Dus ondanks dat ik heel zelf heb geregeld, heb ik toch wel een bedrijfsplan opgezet op Oh ja? papier. Ja, ja, dus ik hoef dan niet van naar een bank toe te gaan, maar gewoon puur voor mijzelf. Ja. Van wie ben ik en wat wil ik uitdragen? Ja. Ja. En welke klant hoort daarbij? Ja. Ja, dus dat heb ik wel heel duidelijk vaststaan. Mooi. Ja. Nou, ik vind altijd dat, of dat kappers zijn, of dat je persoonlijke doelen hebt, dat die gewoon op papier horen. Want alles wat op papier staat, dat kun je dagelijks lezen. En, dat kunnen, ja, en als je dan met passie aan de gang gaat en dagelijks je doelen voor ogen hebt, ja, dan moet het lukken. Ja, ja dat. Oké, wat heb je nog een tip voor beginnende kappers en kapsters? Want je bent Laat je adviseren. Laat je adviseren door iemand waar je vertrouwen in hebt. Wat zelf ondernemer is geweest, of in ieder geval snapt hoe het cijfermatig in elkaar steekt. Ja. En ik heb er bijvoorbeeld ook voor gekozen om gewoon mijn complete boekhouding bij een boekhouder neer te leggen. Het is een investering, dat wel, ondanks, hè, je weet niet wat je inkomen gaat worden of wat dan ook. Maar dat zijn wel dingen waar ik in heb geïnvesteerd, omdat die mensen er wel verstand van hebben. En ik denk dat als je met een juiste basis start, dat je sneller komt waar je wil komen. Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja. Nou, mooi dat je dat doet. En je hebt ook advies gehad en je hebt het advies opgevolgd. En je hebt ook de moed gehad om te reageren op dit. Van, Ik ik ga... las het, ja. Ik Ja. las het. Want ik voelde dat al. Ik dacht, ja, ze wil met cijfers werken en ze wil succesvol zijn. Nou, dank je wel in elk geval voor Ja. je openheid en wat je allemaal vertelt.
En ik wil vooral mensen mooi maken. Dat is wel hè, Ja. Ja, natuurlijk. mijn prio. Maar ik Dat denk dat is dat ook natuurlijk je allemaal is. doel, dat je klanten gelukkig wilt maken. En Dat. dat heb ik Maar ook natuurlijk zelf. meer kappers die zeggen: ik wil mijn klanten gelukkig maken. Maar je moet er toch ook je brood mee kunnen verdienen. Ja, dat. Vind Ik ik. hoef mezelf niet rijk te rekenen, Nee. maar je wilt wel gewoon een fijne boterham kunnen verdienen. Datgene wat je doet. Ja, je wil voor je En oude wellicht dag kom ik zorgen. ooit nog in een vrijheid dat ik ervoor kan kiezen dat ik het non-profit mag gaan doen, ooit. Ja. En dan zou ik dat wel heel mooi vinden. Oké. Ja. Michel, ik dank je wel voor dit interview en voor je openheid. En wij spreken elkaar zeker nog, want ik wil natuurlijk weten hoe dat verder gaat met jou. Ik ook. Bedankt en tot ziens. Nou, dankjewel. Fijne avond. Dank je.